En dan gaat er even draaien. Dan gaan we hier naartoe. Goedemiddag. Middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is... Karin Stamer van de Werf. Ja, en mijn man is Roderick Stamer van de Werf. Hey, hoe toevallig. Ja, hoe toevallig. Wij zijn nu even lekker op pad. We staan bij een heel mooi monument. Ja, dank je. En dat laten we even aan jullie zien. En we wensen jullie heel veel kijkplezier gewenst. Zo, kijk eens. Deze kubus kunnen we dus draaien. Maar ik laat eerst het even aan jullie zien. Even zo. En dan gaat er over draaien. Dan gaan we hier naartoe. Dan weten jullie gelijk aan waar we zijn. Maakt helemaal niet uit. Dat is mooi, hè? En dan, dit is dus waar we dus nu zijn. Ja, voor dat zoveel was ik nog niet. Scheelt weer. Kijk. Daar is eigenlijk al dit is en wat we dus nu zien. En toen leefde ik nog niet eens. En toen was ik nog ergens een zaadje. 1973 ja. Toen was ik nog ergens in mijn vader ingekropen. Ja, en toen was er nog meer, hè? Ja. Oh nee, die hadden we net. Dan moet ik de andere kant hebben. Haha. Oh, dat is ziek idee. Doe ik het zo. Even dat blaadje weg. Dat is ook handig. En nu even lezen. Ja. Dit is een beetje heel moeilijk te lezen. Als jullie er niet uitkomen, of ik niet, dan ga ik het proberen even nog later in te spreken. En anders laat ik dat even aan Ro over. Ik heb een foto van gemaakt. Nou, en dat was alweer het laatste. Yep. Nou, dat is dus... Heb ik allemaal gedaan. Scheelt weer. Scheelt weer. Nee. Dit had ik een paar maanden terug niet hoeven doen. Het is hier glad hoor, schat. Ik zag het af van. Oh ja, oké. Okay. Dit is wat we dus nu weer zien. Ja. Zo, nou wij hebben weer wat voor jullie gedaan. Een leuke intro gemaakt, een nieuwe intro. Want de oude intro dat was op het strand en nu is het lekker in de herfst. Dus en dan straks weer lekker in de winter. Als het misschien sneeuw ligt of zo. Ja, je weet het niet. Dan gaan we hier weer dicht op. Ga ik over de muur heen lopen, is handig. Over de muur. Ja, kijk. Over de muur heen lopen. En waar stonden we net? In de bierkelder. In de bierkelder. Beer. Ik vind het prima. Hartstikke leuk. Dus dat zeg ik. We gaan gewoon van de winter weer een nieuwe intro maken. Weer ergens anders. Hoi. Dus ja. Ik zou zeggen gewoon elke jaargetijde weer een leuke intro maken. Hè, schat? Dat klinkt.
Dus dan kun je weer nadenken. Ja, ik laat jou ook gewoon even nu nadenken. Is handig, toch? Dat dacht ik. Ja. Zo, kijk heen, mensen. Alleen die zon is een beetje lekker fel. Oh ja, het is vandaag trouwens. Zondag 10 november, 16 uur 48. Lekker toch, kijk dan. Ja, we zijn dus alweer onderweg. Ik heb nog eigenlijk heel erg veel zin in gamba's. Ja, maar dan moet jij nog even ergens anders naartoe rijden. Ja. Precies. Langeland. Is het er meer? Oké, neem maar uit of hier. Langeland. Oké. Dat is dus nummer 4 in ieder geval. Oké, dan weet ik het ook weer. Dus ja. Leuk introotje opgenomen. Eventjes, even een nieuwe park gewoon voor ons. Sowieso. En ja. Even kijken vanavond. En jij had ook zin in een TP, hè? Dat ook. Je hebt ook gamba. Ik? Ja. Gamba pizza. Nee. Maar die kan ik altijd nog later vanavond eten. Maar die wil ik nog even halen. Zo op deze manier. Even die auto achter ons. Dat is heel handig. Wat? Oké. Het moet, hè? Als het donker wordt. Ja. Zag ik dus nu net een hondje. Dat is een kruising tussen een husky en een pomski. Dus Rody vraagt van, wil je ook een karski? Komt hij toch? Hij sport niet. Maar ik zal het hem zo eens vragen. Zo, en waar is mijn man gebleven? Oh, hier is mijn man gebleven. Ja. Wat ben je aan het kijken? Ga je linzen kopen of puree? Nee. Puree, je kan er wat mee. Dat zeker. Dat is handig voor auto's. Dan kun je in de puree rijden. In de puree zitten als je in de pak rijden. Dan is een label bij je als je auto in de soep rijdt. Of en rode bieten of en rode kool. Lekker, dat is toch lekker? Ja, stuurlijk. Of een of lekker appelmoes. Hè? Huh? Wat? Appelkomplot. Hé, hij is bijna leeg. Mag, wil je? Dat jullie ervan hebben genoten. Zo ja, gooi dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet dan ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Laat een leuke reactie achter. En doe vooral het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte met alle video's die ik online plaats. Dank jullie wel en tot de volgende keer maar weer. Doei!